Geweldig, we hebben er allemaal erg naar uitgekeken. We zijn echt allemaal blij. Ze huppelden nog net niet het stadhuis binnen, maar uitgelaten om weer face-to-face met elkaar te vergaderen. Dat waren de raadsleden dinsdagmiddag wel. Hey, goedemiddag heren. Gefeliciteerd hè. Ja, weer opa geworden. Meneer Van der Linden. Eindelijk na 3 maanden weer de politieke huidhonger bevredigen. Dat moet heerlijk zijn. Politieke huidhonger. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken, maar het is ontzettend fijn. Ja. Ja, gelukkig. Ik werd knettergek van die schermpjes. Je moest allerlei dingen tegelijk in de raad houden. Het scherm waarop gesproken werd, de schermen waarop gechat werd. Niet mijn ding. Ja, het is natuurlijk lang geleden. We hebben volgens mij in februari voor het laatst echt een fysieke bijeenkomst gehad. Zeker in gemeenteraadsverband. Ja, dat is wel fijn. We hebben allemaal naar uitgekeken. Vooral omdat je elkaar weer kunt aankijken en een beetje de non-verbale communicatie kunt zien. In plaats van alles via een schermpje en alleen degene die aan het woord is. Dus ik heb er zin in. Ben benieuwd. Ja, publiek, pers nog niet. Nee, ja, niet fysiek. We kunnen wel meekijken natuurlijk, dus als dit het beste is voor nu, dan moeten we het daarmee doen. Het liefst natuurlijk zoveel mogelijk mensen bij elkaar, dat we ook inspraak nog weer kunnen horen. Niet letterlijk de inspraak, maar toch de geluiden op de tribune, dat je mensen ziet. Ogen zeggen veel, hè? Dan zegt artikel 23 van de gemeentewet dat ook publiek daarbij aanwezig zou moeten kunnen zijn en de pers. Dat gaat nu niet lukken. Nee. Lijkt me toch een kleine aanslag op de democratie. Nou, dat is het ook ergens wel. Daar zijn we ook ons zeer goed van bewust. Het belangrijkste bij een raadsvergadering is natuurlijk dat er raadsleden er kunnen zijn. Nou, dat past net in de ruimte die we hebben. We zorgen ook voor een livestreamverbinding. Dus in die zin kan ook de pers goed meekijken, ook de mensen thuis. Maar de raadzaal is zodanig, en ook het is natuurlijk een oude raadzaal, dat zelfs de collegeleden ook niet aanwezig kunnen zijn en alleen individueel aanwezig kunnen zijn als hun onderwerp aan bod is. Dus het is sowieso even behelpen. Zo moet het niet, maar zo is het voorlopig eventjes wel. En ja, nood breekt wet. Ja, toch een beetje vreemd nog, want als wethouders blijven jullie in een afzonderlijk kamertje zitten ten opzichte van de raad. Ja. We gaan zien hoe het werkt. Ik denk dat we allemaal gewend zijn aan kijken naar schermen en daar ook de dingen uithalen. En ik denk dat het wel goed komt. We zitten in ieder geval in 1 gebouw, dat helpt al. Juist, heel veel plezier. Dat gaan we doen. En jullie ook. Doe iedereen de groeten. Iedereen. Plezier. Ja.